Hartstikke welkom allemaal. Wij gaan vanavond weer Bijbel lezen. Ik heb Jurk en Michael aan de Skype-lijn. En wij zijn de vorige keer gebleven bij Genesis hoofdstuk 14, vers 12 à 13. We pakken hem nu op bij vers 12 en dan gaan we kijken hoe ver we komen. Maar voordat we van start gaan, hallo Jurk en hallo Michael. Ja, hallo Perry. Ich glaube mal als Erstgenommene erst guten Tag sagen. Ich bin leid, dass wir diesen Kehr zurück bei Ihnen sein hier. Wir tun das momentan um die 14 Tage, omdat wir alle mal nicht so viel Zeit haben. Aber Bibelstudie müssen wir weiter gehen tun. Und wir gehen noch keinen großen Sprung machen. Wir gehen vor dem Moment echt von Kapitel zu Kapitel. Ja. Und ich denke, dass das sicher in dieser Zeit, die wir nun an bespreken sind in der Bibel, war es über die, lass uns doch mal sagen, die in der Welt allgemein gerespektierte Vater von dem Christentum geht, Abraham, ne? Iedereen spricht von dem Geloof von Abraham. Doch ist nicht interessant, um diese Geschiedenis echt von Beginn auf an zu gehen lehren, weil wir verleden Weg auch in gewesen sein, auch verleden Gerald in gewesen sein, und weil wir nun weiter in gehen. Und dass das belangrijk ist, um so Dinge nicht zu überspringen. Da sind sicher nicht hier und da later Kapiteln, auf mich sind es Bücher, die man kann überspringen. Maar ik denk dat Genesis, omwille van dat het ook het begin is van alles erop en eraan, toch heel belangrijk is om min of meer volledig door te nemen voor een goede verstandhouding. De eerste vijf boeken Mose denk ik sowieso principieel. Alhoewel daar kapitels zijn later in Numeri, die men ook hier en daar een keer kan overspringen, waar het over de afmetingen van de tempel gaat en zo. Maar waar we nu zijn momenteel, dat vind ik persoonlijk een heel belangrijk stuk. En wat ik ook daar eventjes een keer moet gaan zeggen, is dat ik heb het al verschillende keren gelezen. En elke keer als ik het teruglees, dan komt er weer een nieuwe kennis of herkennis mee bij. Dat wil zeggen, de Heilige Geest leidt tot meer en meer waarheid elke keer dat men deze dingen leest. En dat is ook heel fijn. Dat is tenminste bij mij zo. En ik hoop dat het bij jullie ook zo is. En hoe Michael daarover denkt, dat zullen we dan eens een keer horen als wij hem eens horen. Ja. Good evening, this is Michael from Germany. Ja, goeie avond, luisteraars en Perry en Brett. En ja, ik Jörg, heb niet op Brett. Dit keer... Huh? Jörg, niet Brett. Ach, Brett. Jörg, niet Brett. Je was nog in Engelse gedacht. Ja, ik was in Engels. Ah, oké, okay, ja. Dus ja. Ja. Ja, het spijt me. Ja, het spijt me. Is niet erg, maar we gaan dat dan niet uitsnijden. Heb je een beetje last als ik in Duits lees en in Nederlands praat en in Engels denk? Ne? Maar, ja, dat is moeilijk, ja. Ja, dat is moeilijk, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Dus ik hoop dat, dat ik dat ga doen vandaag, vanavond in Nederlands. Ik probeer mijn best. Ja. Het ging tot nu toe altijd goed, dus... dus en elke keer beter, hè? Ja. Ja, zeker. Zeker met Michael en zijn Nederlands. Dat is toch altijd verbeterd daarop, vind ik persoonlijk. Goed, ik zal dan maar de bal aftrappen, zoals ze zeggen. En in Genesis kapitel 14, vers 12, nog eventjes in de herhaling gaan voor de laatste twee versen, dat we daar terug inkomen en het lezen, want dit is een belangrijk onderstuk van dat kapitel. En daar staat in de koning James geschreven, and they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew, for he dwelt in the plain of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner, and these were confederate with Abram. And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the woman also, and the people. That's all, full stop. Okay. Pak ik de Statenvertaling erbij. Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, en zijn haven, en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was, en boodschapte het aan Abram, den Hebreër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eshcol en broeder van Aner, welke
Abrahams bondgenoten waren. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welke is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder. En deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. Nou, dan mag jij, Michael. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Ana war. Diese waren Abrams Bundesgenossen. Als nun Abram hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot seinem Bruder und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Ja. Ja, ich persönlich habe nicht besonders viel Abmerkung hierover, allein, dass ich fein finde, dass wir hier nicht sehen, dass sie in der Zeit nicht mit einer anderen fremden Soldaten gewerkt haben, sondern mit Menschen, die in ihrem eigenen Haus abgegrüht sind. Mhm. Ja, das sind ja die Knechten, mehr oder mehr auf was von Abraham selbst, das allemal sind eigene Männer, und die dus hun Haf und Gut, hun Habe und Gut eigentlich an verdedigen sein und an zurückhalen sein. En zeggen van, met ons doet zoiets niet. En daar dus een keer duidelijk te keren gaan tegen die mannen. Ik haal daar niet echt een grote les uit dat ding. Maar dat is waarschijnlijk wel belangrijk in het latere om te begrijpen wat Abraham voor een mens was. En wat voor een feit dat was in die we geleefd hebben. Wat ik interessant vind is hier dat hier het woord Dan een keer voorkomt. Blijkbaar als een plaats in vers 14. Ja. Omdat Dan ja later een van de... een van de stammen van Israël is. Ja. En dus dat we hier die naam al eens een keer op voorhand daarvoor tegenkomen. Als een ort waarschijnlijk, een plaats of weet ik veel wat. En natuurlijk ook fijn dat we weten dat Abraham het hier voor zijn broer opneemt. Er zijn hier ook veel die zeggen van pech gehad, dan niet. Maar die zegt van, nee, mijn broer, daar blijft er met de fikke poten vanaf. Ja. Ja, maar ik denk dat de vers 16 is heel interessant. En hij bracht alle haven weder en ook tot zijn broeder en deszelfs hefe haven bracht hij weder. Dus dat gaat om bezits. Ja, alles teruggehaald. Sorry? Alles teruggehaald hebben wat onrechtwaardig van hun genomen was. Hè? Hebben ze alles teruggehaald. Ja, maar wat er ook bij staat, en dat is misschien ook een punt om even te maken, Michael, goed dat je daarop wijst. Mm-hmm. Het zegt niet dat ze nog een of andere buit meegenomen hebben. Ze hebben dat meegenomen wat van hun was. Ja, ze hebben niet dingen meegenomen die niet bij hun behoren. Nou, ik maak die referentie naar de 10 geboden. Ja? Dus jij zal niet stelen. Mm-hmm. Ja, dat was de bedoeling van mijn commentaar. Goed. Ja. Ik begrijp hem, ja. Oké. Okay. Ja, zal ik dan maar verder gaan, vers 17. Ja, dan maar. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of the Kedorlaomer, and of the kings that were with him at the valley of Shaveh, which is the king's dale. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. Hier zal ik het bij laten, want dat is heel belangrijk. Zo. Nou, de Statenvertaling. En de koning van Sodom toog uit, hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schave. Dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn.
En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kir-Dua-La-Omer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchizedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Nou, ik denk iedereen is er al een keer over gevallen dat we het hier hebben over de orde van Melchizedek. De priester van Melchizedek, zoals het hier genoemd wordt. Mm-hmm. En dat dat dus een heel, heel belangrijk deel in de Bijbel is. Omwille van dat deze priesternaam zelfs een keer terug voorkomt in het Nieuwe Testament. Het priesterschap van Melchizedek staat dus echt voor iets heel speciaals. En ik ben momenteel niet voorbereid in deze lezing om daar nog een keer dieper op in te gaan. Mm-hmm. Maar wat we zouden kunnen doen, is, ik heb hier mijn search engine koning James open. Mm-hmm. En als ik nu Melchizedek een keer neem, want dat wordt ook verscheiden in de Bijbel geschreven, dan kan ik dat woord een keer opzoeken mm-hmm. in mijn search apparaat hier. En Melchizedek komt twee keren voor, namelijk in Genesis 14, 18, wat we juist gelezen hebben, en in Psalm 110, vers 4. Mm-hmm. The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Mm-hmm. Dat is in Psalm 110, vers 4. Maar als we nu de schrijfwijze van Melchizedek veranderen, in plaats van met een Z, met een S gaan schrijven, dan komt mm-hmm. het ook nog een keer voor. Maar niet in de koning James, waar is dat nu? Dat is een iets andere schrijfwijze. En dan komt het voor in het, ik denk in het Nieuwe Testament ook nog eens een keer. Mm-hmm. Dus die orde van Melchizedek staat in feite voor het pure priesterschap. Mm-hmm. Kom ik er niet op hoe dat hier anders nog geschreven wordt. Ik weet dat het in het Nieuwe Testament voorkomt. Ik kan ook wel even zoeken. Ik denk het staat voor het geestelijke priesterschap. Ja, priesterschap. Voor het geestelijke, want hij is, als we tegen de I-soort gaan kijken, mm-hmm. dan staat daar Melchizedek, dat is de King of Right. Aha. Dat de God van het recht, ja. Ja. An early king in Palestina. Ja, Palestine. So this is the King of Right, but who sits on the right of God? The right side of God. Ja, ja, ik bedoel, zoals het in vers 110 staat, in Psalm 110 staat, is het ja al redelijk duidelijk. Hè? Mm. Kan we een keer open doen hier, Psalm 110, daar staat, The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Dus hier gaat het in feite over een gesprek tussen vader en zoon. Hè? The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies my footstool. Dat mm-hmm. is de vader die tegen Jezus spreekt. Zit jij te mijn rechten? Ja, we weten dat als Jezus opgegaan is in de hemel, dat hij ten rechten van de Vader zit in de hemel. Mm-hmm. En die zegt, totdat ik je vijanden mijn voetstoel maak, dus mijn dingen om mijn voeten erop te zetten. Ja. Ja? The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. En we weten van andere plaatsen, onder andere in de Openbaring, dat Jezus regeert met een iron staff, ja, met een staaf van ijzer. Ja. Ja. Dus dat hem een hard regentschap heeft, bij wijze van spreken. Thy people shall be willing in the day of thy power and the beauties of holiness from the womb of the morning. Thou hast the dew of thy youth. The Lord has sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. Dat is een interessante vers, ja? Vers nummer 5. The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. Dus als de wraak van God op de aarde neerkomt, dan zal hij
door de Lord aan zijn rechterkant, dus Jezus Christus, door de koning op deze aarde gerechtigheid later geworden. Zo ongeveer kan men dat denk ik verstaan. He shall judge among the heathen. He shall fill the places with the dead bodies. He shall wound the heads over many countries. He shall judge among the heathen. Dus hij zal de heidenen voor gerecht stellen. Mm-hmm. Hij zal de plaatsen vullen met dode lichamen. Hij zal de wonden, hij zal de hoofden verwonden van vele naties, countries, van vele landen. Ja. He shall drink of the brook in the way, therefore shall he lift up the head. Dus interessant is, als we hier eens een keer een cross-reference Bible-studie maken, gewoon omwille van dat we de naam Melchizedek hier een keer zien. Maar ik weet niet, Michael, heb je een keer gevonden waar dat in Duits in staat? Want ik weet dat Melchizedek in het Nieuwe Testament ook erin staat. Maar het moet ergens anders beschreven zijn. Op dit moment ben ik aan het vergelijken van die Psalm 110 met die Genesis 14. En die hebben dezelfde oorsprong in de Esau. Dat ben ik nu aan het doen op dit moment. Maar ik kan ook in Duits gaan zoeken naar die Melchizedek in de Slachterbijbel. Ja. Ja, ik weet dat die in het Nieuwe Testament voorkomt. Maar volgens mij, ik dacht dat ik al gezien had dat dat ene keer met Z en ene keer met S geschreven was. Maar mijn, ja, maar dat is in de drie verse van Hebrea 7. Daar is dat. Ja, 7:1, 7:10 en 7:15. Okay. Het is ook met S. Het is niet met Z, maar het is ook met S. Ja, maar hier is het met Z geschreven in Engels, in het Oude Testament. Ja, dat, misschien is dat zo, maar hoe is dat geschreven in het Nieuwe Testament? Das ist ja, was ich bedoel. Als ich jetzt hier suche, auf mein Koning James Suchmaschine, dann finde ich es nicht in het Nieuwe Testament. Dus ik weet, dat is daar, het is anders geschreven. Dan ich denke, kijk, waar was in Hebrews, welk Kapitel? 7? 7, 7, 1. Hebräer 7 und dann 1. Ja. Ah, for this Melchizedek, ja, dus mit C von achter. Ich habe da ingetickt und die wilde das nicht packen hier boven, das snap ich das nicht. Ik heb dan nog gezegd dat ik dat zo moest gaan nemen. Man. Ja, ik ga dat nu opzoeken in Esau. Dat zijn de computers. Hebreeën 5, 6, 15, 6, 20, 7, 1, 7, 10, 7, 11, 7, 15, 7, 17 en 7, 21. Dus Hebreeuws. Hebreeën. Hoe noemt dat in Vlaams, Perry? Hebreeërs? Hebreeën. 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 Ik weet dat juist samen, ja. Da ist ein Versil. Der Versil ist, das in der Old Testament, das ist 4442, das ist ein hebräisches Wort, das ist Melchizedek, das ist the King of Right. Und in das New Testament, bijvoorbeeld hier in Hebräisch 7:1, da ist das ein hele andere griechische Wort. Von der Ursprung natürlich, das ist G3198. Das ist auch Melchizedek, aber es ist auf Hebräisch originell, aber die Bedeutung hier ist Patriarch. Mhm. Passt ja allebei auf Jesus, weil Melchizedek, ja. Als wir das weiter gaan durchstudieren, ist eigentlich der Orden von Melchizedek, ist eigentlich die ewige Orde, und das ist dus eigentlich der Orden von Jesus Christus. Hè? In Hebreeën 5, 6, dus kapitel 5, vers 6, dat heb je nu niet op, Perry, daar staat: As he saith also in another place, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Yeah. En wie is de enige priester die wij kennen die voor eeuwig is? Mm-hmm. Jezus Christus, hè? Onze hoge priester nadat hij hier op aarde voor ons aan het kruis gestorven is. Hè? Het kan geen sterfelijke mens zijn. Nee, voilà. In 15 staat er called of God and high priest after the order of Melchizedek. Daar is maar ene die van God, de Vader in feite, tot een hoge priester benoemd is. En dat is zijn zoon, Jezus Christus. In 6:20, dus Hebreeën 6:20 lezen we, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek. Hier staat dan duidelijk in. Whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek. Dus Jezus werd gemaakt tot de hoge priester van de orde van Melchizedek. Jezus is de hoogste priester überhaupt, die we überhaupt kennen. Ja? Mm-hmm. Hij is voor ons ingegaan in
het heiligste der Heiligen, het heilige, ja. In de tempel in de hemel. Dat is waar Jeroen. Dat was mijn punt, die ik nu had. Ja, sorry. Ja, maar gut, dann denken wir zumindest hetzelfde. Das ist ja auch positiv. Ja? Dann verstehen wir es auf derselbe Manier. Das ist ja auch prima, um zu wissen. Und dann habt ihr noch Hebräus 7,1. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him. Dadurch wissen wir in Fakt auch, dass das Jesus Christus ist. Weil Jesus was ist und soll sein für ewig. Ja? Das ist das, diese Priester, über die wir nun just lesen in Kapitel 14, Vers 18 von Genesis. Das ist in Fakt ein, wie könnte ich das sagen, die Start vor Jesus Christus. Ja. So als bijvoorbeeld der König von Tyre, auch Start vor Satan. Ja? Das sind Platzinnehmers von. Ja? Dus dat is niet Jezus in persoon, maar die priester staat voor hem. Ja. En dat vind ik heel belangrijk om eens een keer te verstaan. In Hebreeën 7:11 gaat het dan zelfs voort en zegt: If therefore perfection whereby the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? Als het dus perfect was dat de Leviten het perfecte priesterschap waren, want tenslotte heeft het volk onder hun leiding de wet ontvangen, ja, de 10 geboden in de tijd, in Exodus, waar we nog naartoe komen ooit. What further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek? Dus als dus de Leviten al het perfecte priesterschap waren, onder die ja toch het perfecte wet gegeven werd, waarom was het dan nood aan nog een andere priester te komen uit de orde van Melchizedek? Die niet naar de orde van Aaron gecalled werd. Aaron was ja die zoon van Mozes, als ik me niet vergis. Met familiebanden ben ik niet altijd zo perfect. Maar die dus met Mozes rondgetrokken was. En ja ook dat gouden kalf daar gegoten heeft in die tijd als Mozes op den berg was. Op de berg Horeb, zoals we weten. Das ist auch ein sehr interessanter Vers hier. Ne? Die fragt dann, warum kommt er dann noch so eine? Weil, um Wille von, dass die Leviten nie perfekt waren. Ne? Es legt eine perfekte Order, aber letztendlich war es das nicht, und allein die Order von Melchizedek, die ja auch älter ist, dann die Order von den Leviten. Weil in Genesis 18 bestaat noch kein Leviten. Da bestaat noch kein Volk Israel. Nee. Wir haben nicht hier just über Abraham, die selbst noch nicht Abraham ist. Ja. Das geht das dus vor. Ja? En dus deze oude orde van Melchizedek is echt de perfecte orde. En dan in Hebreeën 7:15 zegt het, and it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek, there arises another priest. Ja, dus het is ook heel evident dat na de orde van Melchizedek hier nog een verdere priest uitkomt. En dat is uiteraard aan Jezus Christus. Ja. For he testifies, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. En dat is maar één priester die voor eeuwig is, en dat is uiteraard Jezus Christus. Ja, Jezus Christus is het hoofd van onze kerk. Wij zijn de leden. Hij is het hoofd. Hij is de priester. Hij is onze hoge priester. En dat is hem voor altijd. Dus we kunnen hier Jezus Christus met Melchizedek gelijk stellen. Ja. In ons verstandhouding. And in Hebreeën 7:21 zegt het dan nog, for those priests were made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, the Lord swear and will not repent, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Dan wil zeggen dus die andere priesters, dus die van de Leviten, die werden gemaakt ohne zonder een eed te gaan zweren. Ja? Maar deze orde van Melchizedek is bij een eed ingezet, want God zei van ik zweer en ik zal er niet van terugkomen, ik zal niet not gonna repent, dus ik zal niet berouwen. Jij bent een priester voor eeuwig naar de orde van Melchizedek. Ja. Dus dat ene kleine woord Melchizedek dat we hier in Genesis kapitel 14 vers 18 tegenkomen, heeft een ongelooflijk belangrijke significantie. En ik denk dat een keer uit te zoeken, ik heb nu genoeg gezegd, daar hebben jullie misschien ook jullie eigen ideeën over. Dat is misschien heel belangrijk om dat eventjes een keer te gaan bespreken, want dat is denk ik toch een heel, heel belangrijke punt
die wir in dieser Studie müssen gehen machen. Wir tun dafür tun wir diese Studie. Ja, ja. So jetzt nicht gesehen. Und dass wir auch sehen, wie das Neue und das Alte Testament zusammenhängen, ne? Ja, ja. Dass ich gewohnt noch wisst, von, ich habe das auch in das Neue Testament auch gelesen. Hat was anders geschrieben, gleich gesagt hat, hat es anders geschrieben. Und Michael sagt ja auch, der Ursprung von dem Wort ist ja auch ein bisschen anders, logisch, weil ihr seid im Neue Testament mit Griechs basic, im Alte Testament seid ihr ja mit Hebräus und Aramäisch basic. Dus natuurlijk is de bron dan een andere, maar het gaat absoluut over dezelfde orde van priesters. Het gaat over, over dezelfde soort. En ik vind dat heel belangrijk dat we dat eventjes in een keer hier, ja. Dat we daar even bij stilstaan en dat we dat eens een keer proberen goed te verstaan. Dat hier in feite, wat we nu gelezen hebben, hier in vers 17, want hij getuigt, jij zult priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek zijn. Dat is vers 17, dat is hier in dingen, dat is in Hebreeuws, dat is nog niet in, in het Oude Testament weer. Daar was het vers 18, hè? Wacht eens, 14, 18, moet ik nog een keer open doen. Ik had het al dicht gedaan hier. En Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the most high God. Ja. Melchizedek was the priest of the most high God. En we weten, dat is dus maar één priester voor de allerhoogste God die er is. En dat is zijn zoon. Jesus Christus, ja. Het hoofd van onze kerk, of van die kerk die wij in feite zijn, waar wij de bouwstenen van zijn. Ja, en daar wil ik ook iets over zeggen, dat de, het was denk ik Benedictus de 16e, die in die dagen een persbericht uit heeft doen gaan, om in het kader van de Eucharistie, en of nee, de Eucumene, dat iedereen mee mag doen, dat hij dan gezegd heeft dat er in het Oude Testament geen enkele aankondiging staat van de komst van Christus Jezus. Het was dan om ja, andere geloofstromingen een beetje kalm te houden. Dat vond ik toen zo'n vreemd persbericht. De katholieke kerk zegt bij deze dat in het Oude Testament niks staat over Christus Jezus. Dat zou ik graag eens een keer willen zien, Perry. Daar ben ik nog niet meer bekend. Dat vind ik wel enorm belangrijk. Ja, ik herinner het. Ik was toen erg verbaasd. Ik weet niet of ik het nog kan vinden, maar ik zal wel proberen of ik wat terug kan vinden via internet. Zou interessant zijn, ja. Ja. Inmiddels heb ik ook een beetje nieuws. Het is niet van de Bijbel, maar het is misschien een beetje interessant. Daar gaat het om... uit Jamaica, een beloof, die noemt zich Rastafari. Die denken dat God was al drie keer op deze aarde. De eerste keer was dat als Melchizedek, de tweede keer als Jezus Christus en de derde en laatste keer als Haile Selassie. Haile Selassie, ja. Ja. Der, die dat de zevende zegel opent en Armageddon gaat beginnen. Ja, wij weten dat het met Armageddon fout is, fout zijn moet. Maar ik dacht het was interessant. Het, ook, het is de spraak dat Salem heeft dezelfde bedoeling als Jeruzalem. Maar als je weet dat Jezus Christus nooit op dit aarde was als mens... in het Oude Testament, dan kan dat niet. Ja. Ja, want Jezus Christus is geboren van Maria en oorspronkelijk van de Heilige Geest. Dus was die niet hier als mens op dit aarde en dus is dat een geestelijke priesterschap. Ja, maar Jezus Christus heeft wel verschillende verschijningen gehad in het Oude Testament hier op aarde, onder andere in Genesis kapitel 32. Waar Jacob heel de nacht vecht met een engel. Wrestler. En deze engel is ook Jezus Christus. Dus hij is al op de aarde geweest, maar niet onder de naam Jezus Christus natuurlijk. En niet als mens, gelijk dat hij toen van Maria geboren werd. Hè, hij heeft verteld, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ja, ja, dat is waar. Ja, dus als hij de hohe priest is, dan is hij de hohe priest van die oorspronkelijke koninkrijk in de hemel. Ja, ja, daar wil ik helemaal niks tegen zeggen. Ik wil alleen maar zeggen van, er zijn verschillende momenten in het Oude Testament waar we weten dat Jezus Christus hier op aarde is, maar natuurlijk niet op die manier gelijk dat hem in het Nieuwe Testament als mens geboren werd van Maria.
warum hier Quam in seinen Dingen hat. Maar bijvoorbeeld dus in 32, wat we zo nog zullen lezen, war het over dat gefecht gehad tussen Jakob en een engel de ganze nacht. En die engel hebben uiteindelijk een karakterverandering bewerkt bij Jakob en hem een andere naam geeft. En Jakob als, Israël wordt. Als Abraham en Abraham. Ja, ja. Ja precies. Ja, daar komt dat ook al nog een keer voor. Ja. En het wordt ook duidelijk aan verschillende plaatsen dat Jezus ook de positie inneemt van de aartsengel Michael. Van de hoogste engel. Dat is niet van Jezus is een engel. Nee, dat zeg ik niet. Man moet juist verstaan wat ik zeg, maar hij neemt die positie in van. Hij is ja ook een geestwezen als hem in de hemel is. Hij kan elke vorm aannemen. En hij neemt dus ook de vorm aan van de hoogste engel. Dat is ook iets, dat zullen we nog een keer leren in mijn lezing die ik momenteel doe met Tom Fress on End Time Delusions. En het Duitse ga ik dat dan ook nog doen, der Endzeitwahn. Daar gaat dat ook over. Daar wordt dat ook in vernoemd. En dat is heel belangrijk om dat te verstaan. Dat dus als die Aartsengel Michael in de Bijbel vernoemd wordt, dat we onderstaan dat dat Jezus is. Bijvoorbeeld ook in Openbaring komt ja ook zo'n plaatsje voor. Michael and his angels fought against Satan or against Lucifer in de hemel. Ne? Daar was een oorlog in de hemel. En Michael en zijn engelen vechten tegen de duivel. En die duivel kon niet overwinnen en dan werden buiten gesmeten. Die is dus uiteraard door Jezus Christus buiten gesmeten geweest. Ja, heel veel interessante dingen die we nog gaan ontdekken in deze studies. Maar ik dacht, ik ben heel hartstikke blij met wat ik nu geleerd heb van Melchizedek. Ja, dat vond ik dus vooral namelijk belangrijk dat we dat al eens een keer verstaan. Dus Melchizedek is de perfecte priesterorde. En dat is in feite een persoon, deze persoon hier op aarde is in feite een verlichameling van Jezus Christus. Daarom is dat niet Jezus Christus, maar dat is een... mir fällt das juiste Wort dann nicht vor, einen Platzhauer davon, bei Weise von Sprechen. Ja, mal nie in die Sinn von Vicarius Filii Dei, das mein erster Brief nicht weg, etwas da nie in den Platz von, aber ich komme nicht auf das Wort. Ein Synonym ist es auch nicht. Ich kann vor dem Moment echt nie auf das Wort kommen. Vertegenwoordiger? Stellvertreter? Ja, hij is een vertegenwoordiger voor, of hij staat stelvertretend in feite voor Jezus Christus. Dus een vorm van, ik kom momenteel echt niet op dat woord, ik weet niet, soms heb ik dat zo, dan kom ik in alle mogelijke talen die ik spreek niet op dat ene woord dat ik wil zeggen. Valt me dan straks na deze studie waarschijnlijk terug te binnen. Ja, precies. Dat gebeurt af en toe eens een keer. Hij staat symboolachtig daarvoor. Zo, dat wil ik in feite zeggen. Ja. De Melchizedek staat symboolachtig voor Jezus Christus. Hij is niet Jezus Christus, maar hij staat daar symboolachtig voor. En dat Melchizedek of de orde van de priesterschap van Melchizedek Jezus Christus is, denk ik, is duidelijk geworden uit die versen die wij hier gelezen hebben. Dus, maar die Melchizedek die we hier in Genesis 14, 18 tegenkomen, is natuurlijk een mens. Maar hij was een mens van de hoogste God, dus van onze Vader in de hemel. En Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the most high God. Het is ja ook interessant dat we hier dat te goed verstaan. Melchizedek, king of Salem. First and for all, Salem, Salem and Jerusalem. Als je Jeru wegneemt, dat wat dat overblijft is Salem. Salem wordt in deze aarde heel veel gebruikt en heel veel gebruikt voor slechte dingen. Ik herinner me bijvoorbeeld aan Stephen King's verhaal Salem's Lot. Op dit moment kijk ik naar de handeling van Stephen King, ja, op dit moment. Ongelooflijk hoe de Heilige Geest werkt, hè? Ja. Dus hebben we Salem's Lot. En als je dus bijvoorbeeld die Amerikaanse televisiesoap kent, Days of Our Lives... speelt ook in Salem. Of in The Bold and the Beautiful of zo. Een van deze grote series speelt ook in een stad Salem. Ja. En in Amerika heb je ook minstens één stad. Ik denk die is ergens in het noordoosten van Amerika. In de stad Maine of zo. Die noemt ook Salem.
die bestaan dus. En als u dus gewoon Jeru wegneemt, dan blijft Salem over, Jeruzalem blijft Salem over. Dus wat dat precies voor een betekenis heeft voor de rest kan ik niet zeggen, maar dat is dus wel een plaats die op verschillende plaatsen op deze aarde wel bestaat. En wat ik dus het interessante vind hierbij, die punt heb ik nog helemaal niet gemaakt, daar zijn jullie misschien ondertussen zelf op gekomen, Melchizedek, King of Salem, was the priest of the Most High God. De koning was de priester. Hier hebben wij een samenvoeging van staat en kerk. Iets wat in christelijk leven normaal nooit niet gebeurt. Hè? Daarom is ja hier de, het antichristelijke, pauselijke koninkrijk in dat wij voor de moment leven, ja, het Romeinse koninkrijk der laatste dagen, een ander dier als alle anderen. Want in Babylon had je een koning aan de ene kant en de priesterschap aan de andere kant. Ja. In Medo-Persië had je hetzelfde. De koningen aan de ene kant, de priesterschap aan de andere kant. In Griekenland had je hetzelfde. De koningen aan de ene kant en de priesterschap aan de andere kant. Die waren altijd gescheiden. Maar in Rome heb je ja ook die paus die zich noemt koning der koningen en heer der heren. Ja. Dus de enige die eigenlijk rechtvaardig die positie inneemt als een combinatie, niet combinatie, maar als een samensmelting van zowel koning te zijn aan de ene kant en de hoogste priester zijn aan de andere kant, is in feite God. En dat wordt hier natuurlijk op deze aarde weer gedubbeld door onze antichrist, die hetzelfde zegt, die van zichzelf zegt, ik ben de koning der koningen en ik ben de heer der heren. En hier hebben we de gerechtwaarde, hier hebben we de gerechte, want Jezus is ja nu gerecht. Hè? Melchizedek, king of Salem, dus hij was, die noemt Melchizedek aan de ene kant, die was koning van Salem en hij was ook de priester van de meest hoge God. Dus wereldelijke regering, koning en priesterschap gecombineerd in één persoon. Ja. Kerk en staat samen. Maar dat gaat uiteraard alleen maar in het echte koninkrijk van God. Anders komt je tot misbruik hier op de aarde en dat is denk ik toch duidelijk hoe de Romeins-Katholieke Kerk daar misbruik van maakt, staat en kerk te verenigen. Ja? Dat de paus zowel koning van Vaticaanstad is, wat een eigen natie is, een eigen land is, wat veel mensen soms vergeten. Daar is hij koning van. En hij is ook de hoogste priester, namelijk de bischop der bischoppen, van de Romeins-Katholieke Kerk. En hij verenigt deze twee titels in zichzelf en neemt daarmee dat over wat we hier in vers 18 lezen, dat Melchizedek, de koning van Salem, ook de hoge priester is voor de meest hoge God. Ja. Maar die staat symbolisch voor dat wat in de hemel gebeurt, voor Jezus Christus. En de paus doet hier op deze aarde, want hij wil het koninkrijk van Christus hier op deze aarde oprichten. Want die heeft niks met geestelijke wereld te doen. Nog niet met de positieve geestelijke wereld, laat het me zo stellen. Ja. Maar ik denk dat Michael zeker ondertussen ook het een of andere gerechercheerd heeft en nog graag een keer daarbij wil zeggen. Nee, ik ben daar helemaal akkoord. Ik ben een beetje aan het lezen op dit moment op de gebeurtenis van Salem. En ik denk dat die Melchizedek is een van die, ja, hoe neemt dat in Nederlands? Een van die Hinweise. Aanwijzingen. Aanwijzingen. Op Jezus Christus, die en op dit aarde de hoogste autoriteit is. Ja? De order, ja, de order meent ja ook, is een bevel. Ja, is een order. En ik denk dat die orde van Melchizedek, dat die wenige mensen die die Bijbel heel goed studeren, die weten wat dat is. En ik denk dat dat ook een ding is, dat dat die mensen die de Heilige Geest hebben, die verstaan dat. Maar de gewone mens die Bijbel een beetje leest, die denkt, oké, dat is een verschillende mens of verschillende figuur. Maar dat zijn allemaal dingen die jij ook
helemaal goed verstaat, als je heel voorzichtig bent als je de Bijbel leest. En misschien niet voor de eerste, maar voor de tweede of derde keer. En dat is wat ik altijd realiseer, dat als ik in Vers oder ein Kapitel of zoiets de tweede of derde of vierde of vijfde keer lees, dan heb ik een andere verstand daarvan. Mm-hmm. Dat is wat ik probeerde in het begin van deze zending te zeggen, van hoeveel keren dat je dat ook leest, dat elke keer je terug meer begrip krijgt over die dingen die we hier aan het lezen zijn. Ja, ja. Gelijk ik dat nu van Melchizedek uitgelegd heb, zo heb ik dat ook nog niet uitgelegd. Ik heb dat alles niet keer uitgelegd, ook zelf zo verstaan, maar niet zo gelijk vandaag. Komt altijd weer iets extra bij. En zeker als je met drieën samen zit, van zes ogen zien meer als twee en zes oren horen meer als twee. En drie hersenen denken beter dan één. Ja? Maar geleid door de Heilige Geest vind ik het schitterend hoe dat die ons weer in alle waarheid leidt hier bij het lezen van dit stukje in de Bijbel vandaag. Het gaat weer helemaal goed. Ja, vind ik eigenlijk ook, ja. Zal ik dan maar verder lezen in vers 19? Yes. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all. And the king of Sodom said unto Abraham, Give me the persons, and take the goods to thyself. Ik zal het maar een keer hier laten, hè? Anders wordt het te veel dat we het kunnen bespreken. Ja. En pak hem op. En hij zegende hem, vers 19. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abraham, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Und in Deutsch. Ja. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Ja. Die Seele, hm? Das ist auch interessant, dass wir darüber ganz sprechen, ne? Mhm. Ja, ich das, ja, sag mal. Ja, ich habe, als ich das gesehen habe, dann habe ich das abgekeken auf die E-Sort, natürlich. Und das steht in der King James Bible, give me the persons. Und das kommt von Hebräisch, Nefesh, a breathing creature. Mhm. Vitality, used very widely in literal, accommodated or figurative sense, bodily or mental, any appetite, beast, body, breath, creature, dead, desire, und so weiter, etc., etc., etc. Da steht auch per Person, steht da auch, mal der ursprüngliche Bedeutung ist a breathing creature. So, give me the breathing creatures. Mit anderen Worten sagt ihm, gib mir auf, was lebt, und hau dir die tote Guderin vor dir selbst. Ja, das verstehe ich so, ja. Ja, ich auch. Ja. Prima, dann verstehe ich. Seele, das ist ein bisschen, ja. Ja. Ja, in het Nederlands staat er ook het woord zielen. Dat is hetzelfde. Ja, geef mij de zielen, en hier staat dus. Give me the persons. Ja. Ja. Dus met andere woorden, alles wat leeft, wat een ziel heeft, laten we ons maar zo zeggen, ja? Want dat is ja ademende beesten, heeft Michael ja voorgelezen, ja? Denk ik, was dat juist. Ja? Dat heeft ja allemaal een ziel, dat geef aan de koning, en jij neemt de goederen voor jezelf. Weet je aan wat mij dat herinnert? Nou.
In het Nieuwe Testament, ik denk in Matthäus, zegt Jezus Christus, give Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. Ja? En waar heeft God regentschap over? Toch zeker over het leven. Ja. Niet waar? Ja. Als Abraham hier dus alle zielen moet gaan geven, en Melchizedek staat dus in feite voor het priesterschap van God, gelijk we dat juist geleerd hebben, dan geef ik dus deze zielen aan God. Ja, wacht even, dus de king of Sodom. Ja, en, wel, de king of En Melchizedek is de king van Salem. Nu heb ik het mixed up. Ja. Ja. Ik dacht, we spraken nog altijd over dezelfde. Nee, king of Sodom said, ja, give me the persons. Ja, oké. Nee, dan ben ik er mis mee. Ik had dat vermist met Melchizedek gezien. Met, maar ik vind het interessant dat de gewone uitlegging van het woord persons is dat de person geen mens is, maar het is een geschrepte bureaucratische titel. Ja. Ja, en hier kom ik dat tegen in de King James Bible, dat het in de samenhang staat met de levende ziel of met een breathing creature. Aha. Ja, maar in deze wereld bedoelt person dat jij geen eigen recht heeft, maar dat iemand anders, dat jij de personeel van iemand anders bent. Ja, dat jij de slaaf van iemand bent. Ja, maar dat hebben we bijbels gezien ook, hè? Want bijbels gezien zijn we de slaaf van onze heren. Ja, dat is correct, ja. Dus dat is alleen maar die kwestie van in hoe wordt deze wereld ons verkocht en je weet hoeveel valsleer in deze wereld is met de persoon. Ja. Den punt is, als ik dat heel eventjes mag zeggen, dan kun je direct nog iets verder daarop zeggen, de paus hier steelt alles wat van God is voor zichzelf. Ja. Hij steelt ook de personen, hij steelt ons. Wij zijn geschapen door God, maar van een ogenblik, als wij op deze aarde komen en wij een geboortecertificaat krijgen, worden we een persoon in het koninkrijk van Satan, van de paus. Hij steelt ons van onze Heer. Vandaar vind ik het eigenlijk niet verkeerd het woord persoon te gebruiken. Er zijn zoveel mensen die verdoemen het woord persoon. Hè? Michael weet dat zeker nog. We hebben daar tijden geleden veel discussies over gehad in Duitse studies met mensen die menen dat ze alles altijd zo goed weten. Die hebben blijkbaar nog nooit te goed in de Bijbel gelezen, want als in de Bijbel hier dat woord personen staat met betrekking tot mensen, dan zal dat toch waarschijnlijk wel zijn reden hebben. En we moeten gewoon het verschil maken van wie maakt aanspraak op bezit van deze zielen, noem ik het nu maar. Ja. Ja? En elke ziel hoort volgens mij diegene die hem geschapen heeft. Ja. En daar is maar ene die zielen kan scheppen. En dat is God de Heer. Ja. Totaal mee eens. En nog even over het woord persoon. Ik heb mij laten vertellen dat het woord uit het Latijn komt. Persona. En dat dat gelijk staat aan masker. In het Latijn. En dat het dus ook, dat sluit er helemaal aan bij wat Jurk net zei. Je geboortebewijs, dat ben jij niet. Maar op een andere manier ben jij het wel. En je hangt dus met andere woorden een masker opgezet. Ja, je krijgt een masker en dat ben je dan. Ja, en geen mondmasker van corona. Nee, Michael, daar spreken we niet over. En die werkt ook helemaal niet, want ik zit al twee maanden met een mondkapje. Nee, maar ik hoorde je lachen. Geen corona. Ik hoorde je lachen en ik dacht dat je daar misschien over iets ging gaan zeggen. Ja. Maar wij moeten hier in België ja nu ook overal met maskers rondlopen. Ja, sinds vandaag ook in Austria heb ik... Oostenrijk, ja, heb ik geleerd vandaag, ja. En Nederland, is dat daar ook al zover? Nee, alleen in het openbaar vervoer. Ja, dat was wel zo. En op tv zitten van die mooi opgemaakte dames van een jaar of 25, 26 bij praatprogramma's helemaal te kirren bij de dienstdoende minister van en wanneer komt die app nou? Wanneer is die app er nou? En dan lachen, zo gezellig met zo'n ochtendprogramma. Ze zitten allemaal te popelen op die app.
En dan mag je dus zonder smartphone, met die app, mag je straks de bus niet meer in. Hè? Dat wordt... Ik heb namelijk geen smartphone. Maar ja, dat lossen we dan wel weer op. Maar... Ja, ja, op die smartphone heb je de herkenning of dat je coronavirusdrager bent, ja of nee. Hè? Ja, sorry. Dat bedoelde waarschijnlijk die app. Ja, hier in België zijn ze ook mee bezig. 3000 spionnen in te zetten die mensen die geïnficeerd zijn na te trekken waar ze de laatste weken geweest zijn om te zien waar de hart van besmetting was. Ja. Die zei ook letterlijk van kijk, deze app lost het probleem op dat een normaal mens niet weet bij wie die allemaal in de bus heeft gezeten. Dus aan een mens kan je niet vragen, ja, maar bij wie zat je allemaal in de bus? Dus dat weten mensen niet. Nou, dat hoeven ze ook niet te weten. Ze hebben allemaal die app en dan weten wij wel bij wie ze in de bus zaten. Ja. En dat betekent dat als jij in de bus zat en iemand krijgt dan een positieve uitslag of zo, dan ga jij ook 2 weken in thuisquarantaine. Ja, en dat dan krijg je weer bezoek achter. Van die mannen met een zwarte hoed 's nachts om 3 uur. Ja. Jojo. Nou ja, goed. Het is nou nog niet. Ik weet ook niet of het zover gaat komen. Dus, dat merk ik. We zullen wel zien. Maar houden we ons al even bezig met de Bijbelstudie. Ja. Hebben we nog een paar minuten om verder te gaan? Want dan kunnen we de kapitel Ja, afhanden. We kunnen nog zo'n 10 minuten door, denk ik. Ja. Vers 22 gaat het dan verder. Hè? Mm-hmm. And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a threat, even to a shoe-latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldst say, I have made Abram rich, save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre, let them take their portion. Yes. Hier heb ik zo dadelijk, dit snapte ik, heb dit voorbereid. Bij de voorbereiding zat ik hier te lezen. Ik begreep het niet goed. Maar dat gaan we dan zo dadelijk allemaal wel begrijpen, denk ik. Vers 22. Doch Abraham zeide tot den koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot den Heere, den Allerhoogsten God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het uwe is, iets nemen. Opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eshcol en Mamre, laat die hun deel nemen. Ja, dann auf Deutsch. Auf Deutsch. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer, Anna, Eshcol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Ja. Heel interessante versstukken die we juist gelezen hebben. En wat is nu jouw vraag, Perry? Ja, even kijken hoor. Hij zegt dus, Abraham zegt tegen de koning van Sodom, dat hij zal niets van hem nemen. Want anders zou die koning van Sodom kunnen zeggen dat hij Abraham rijk heeft gemaakt. Dus Abraham zegt dus tegen die koning van Sodom, ik wil je spullen niet, want ik wil niet dat ik jou iets te danken heb. Klopt dat? Ja. Vers 23? Ja, ja, zo versta ik dat ook. Ja. In vers 22 vooral zegt Abraham, ik heb mijn vrede min of meer gemaakt met de koning van de hemelen, met de God van de hemelen, hè? Mm-hmm. De meest hoge God, de eigenaar van hemel en aarde. Ja. Dus met andere woorden, hem hoort toch alles toe. Ja. Dat ik van niemand hier op deze aarde iets wil nemen, dat hij zegt van ik heb Abraham rijk gemaakt, ik neem alleen die dingen die God mij geeft. Dat zegt hij in feite. Precies. In andere woorden. Hij zegt ik neem niks van een mens aan, ik heb mijn vrede met God gemaakt en hij zal voor mij zorgen. Ja.
Maar de mannen die met mij gegaan zijn, wat die geëten hebben en de porties van die hun toestaan, Aner, Eshkol en Mamre, dat zal hun gegeven worden. Want ik spreek in feite alleen maar voor mezelf. Ik spreek niet voor die andere mannen. En die moeten vergoed worden voor wat zij geïnvesteerd hebben, bij wijze van spreken. Zo versta ik dat hier. Maar misschien heeft Michael daar ook zo'n verstand of een ander verstand van. Ik weet het niet. Laat maar horen. Daar heb ik geen andere verstand van. Nee. Dan dus, is hopelijk jouw vraag. Ja, kijk, ik denk dat is ook de bedoeling misschien dat Abraham nu deze dingen zegt, vertelt. Dat hij begrepen had, ja, was de bedoeling van zijn missie was. Dat hij eben niet voor zichzelf die zaken gemaakt heeft, maar voor God. Ja, dus en dat God hem daarom ook zou vergoeden. Ja, ja. En niet een mens. Ja, precies, ja. Dat er geen... dat hij zegt, ik krijg mijn loon van de Heer en niet van de mens. Ja. Dat heeft hij nu heeft hij begrepen, dat het niet om hem gaat, maar op zijn ziel gaat, om zijn ontwikkeling gaat. Dat het niet van de wereld is. Ja, wat een koning hem geven kan, ja. Maar dat het iets is dat hij dat zijn Nessie is, dat hij God dient en niet de mammon, ja. Niet geld of zoiets. Ja, zo versta ik dat. Ja, of aardse bezittingen, ne? Ja, zo versta ik dat, ja. Ja, ik ook. En hij zegt dus dat die Aner, Eshkol en Mamre, die hebben dus spullen genomen van Sodom. En dan zegt Abraham, ja, en dat is oké. Die hoeven dat dus ook niet terug te geven, want die hebben het, dat is hun deel. Zegt hij dus. Laat die hun deel nemen, ja. Hij zegt, in feite zegt hem, van mijn deel krijg ik van God. Ja. En die krijgen hun deel van de koning van Sodom. Bijvoorbeeld. Ja. De punt is ja ook, Abraham is ja diegene geweest die uitgegaan was om zijn broer te redden. Ja. Van hem ging ja die actie in feite uit. En hij geeft daarmee te kennen dat dat in feite een goddelijke actie was. Dat hij dat voor God gedaan heeft en dat hij zijn beloning ook van God zou krijgen. Maar die mannen die hem geholpen hebben, met materiaal en mannen en alles erop en eraan, die moeten daarvoor vergoed worden. Ja. Maar hij krijgt zijn loon van de Heer. Precies. Dus in feite, die koning van Sodom, die kreeg twee keer nee. De eerste nee was van alles wat van Abraham was, waarvan hij zei, ja, dat is van mij, alles wat ik heb, dat is van God en niet voor jou. En de tweede nee was van die jongelingen die voor mij gevochten hebben, die hebben recht op hun deel. Dus twee keer nee tegen de koning van Sodom. Begrijp ik het zo goed? Ik denk het wel, ja. Oké. Verhelderend. Een heel mooi stuk. Het is indrukwekkend. Ja, er zit zoveel in wat men bij ene keer doorlezen zo helemaal niet begrijpt in feite. Ne? Ja. En wat zich pas openbaart als men dat voor de derde, vierde, vijfde, zesde keer misschien kan studeren. En ik zeg het elke keer opnieuw. Hè? Elke keer opnieuw kan er weer dingen bijkomen en zeggen van dat heb ik vroeger zo niet gezien, dat heb ik zo niet gezien. En dat is de Heilige Geest die in alle waarheid leidt. Die meer en meer... Ja, ik wil dat woord geheimen niet gebruiken, want de Bijbel is niks geheims. Maar die toch wijsheid uit de Bijbel ons openbaart door gewoon dat wij dat studeren. Ja. Dat we de Bijbel vastnemen en dan gaan studeren is teken genoeg dat wij begierig zijn in te willen weten wat erin staat. En ons wordt meer en meer duidelijk wat met die verschillende dingen allemaal bedoeld is. Want de Bijbel is wel een boek die in feite op een simpele manier geschreven is, dat een tienjarige ze kan begrijpen. Maar hoe dieper dat je daarin gaat, hoe meer... Allee, dat is een beetje zo gelijk een uienschillen, hè? Ja. En Michael kent daar ook altijd iets van. Hij zegt ook al van die verschillende lagen der Zwiebel, ne? Ja, wenn man eine Zwiebel schält. Ne? Das ist mit der Bibel exakt dasselbe. Ne? Hoe mehr dass ihr darin studiert, hoe mehr Lagen, dass sich in eine Kehr openbaren, von hoe die Dinge noch mehr samenhangen und bijeenhangen.
wat man bij de eerste keer lezen niet begrijpt. De eerste keer lezen is ook goed en helpt ook veel, maar het fantastische aan de Bijbel is dat je ze over en over en over kunt lezen en elke keer krijgt je verstand meer informatie daaruit. Ja. En dat is in geen ander boek ter wereld zo, geloof mij. Ja. Nog even iets, dat wilde ik toch even kwijt. Het heeft te maken met de actualiteit in Nederland. In Nederland heb je alternatieve media en die zijn verdacht. Heel veel eigenlijk. Natuurlijk zijn die verdacht, die zijn ook allemaal gecontroleerd. Ja. Hè? Nou ben ik gestuurd op eentje en die heet Blue Tiger Studios. Die zitten in Groningen. En ik zag een interview met een man en en die was gearresteerd recentelijk. Zo 's morgens vroeg van zijn bed gelicht. En ze bespraken allerlei zaken, net als Alan Watt. Wisten ze heel goed van het World Economic Forum en al die dingen en al die linkjes en al die toestanden. En toen begon een van beiden over Hosea. Daar begon het volgens mij mee. Pak ze de profeet Hosea erbij. En doen nog een stuk Bijbel. En uiteindelijk zat een van beiden zo samen te vatten. Van kijk, in de Bijbel staat hoe het gesteld is met de wereld. En als je zonder Bijbel naar de wereld gaat kijken, dan begrijp je er per definitie niks van. Ja, dat heeft hij dan wel goed gezegd. Ja. Daar kan ik je alleen maar toestemmen. Ja. Lees uw Bijbel. Ja, ja. Het was erg leuk. Het was een interview waarbij ze allebei een glas schnaps hadden. Een whisky. En ze hadden ook allebei een hele dikke sigaar. Het was erg aangenaam. Heel rustig. En ik denk, mooi zo dat je even begint over Hosea. Dat is toch een van mijn... Ja, dat zullen we waarschijnlijk, denk ik... Ik weet niet hoe lang dat gaat duren voordat we in Hosea zitten, maar... Ja, het is toch kapitel 4, vers 6 of zoiets. Hè? My people vanish for lack of knowledge or something like that. Hè? Wat is het? Ja, wacht eens. Ik ga er eens een keer naartoe. Hosea, wacht eens. Ah, oké. Kapitel 4, dacht ik, is dat. Boek eens een keer vinden. 4, vers... Zeker. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Hosea 4, 6. Lees een keer in Nederlands. Even kijken, Hosea 4, 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Joejoe. Een interessant kapitel, ook met de eerste versen daarvoor, maar als ze dan over Hosea bezig waren, dan veronderstel ik dat ze hier kapitel 4, vers 6 toch geciteerd zullen hebben. Ja. Nou, hij zegt toch, je verstaat die Bijbel niet als je verstaat de wereld niet als je de Bijbel niet leest. Ja, precies. Maar dat staat er nog hier. Hè? Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Waar zit de kennis in voor een mens in deze wereld? In de Bijbel, in het woord van God. Ja. Dus dat zegt in feite met andere woorden precies dat wat die mensen daar van Blue Tiger of wat gezegd hebben. Ja. Dus. Ik vond het hoopvol. Absoluut. Als je ergens een keer... op de radio of televisie of zo, lekker iemand echt over de Bijbel iets hoort praten, dat is een van die ganz, ganz rare momenten. Daar zouden eigenlijk al direct op rec moeten gaan drukken, van dat is short for record, opnemen. Ja. Ja, ja. Dat is een moment die men zou moeten koesteren eigenlijk. Hè? Ja. Daar heb ik ook over gedacht, om daar. Ik heb nog een aantal dingen klaarstaan, maar ik dacht dat het is best leuk om daar stukjes uit te knippen. En dan maak ik een uitzending over dat interview. En dan pak ik die stukjes eruit.
Dat klinkt zo kan interessant. Het ook. Ja, dat klinkt meest interessant, ja. Ja. Hij is een hele mooie geworden, vind ik. We zitten keurig op het uur. Dus. Fijn. Fijn, en we hebben mooi een heel hoofdstuk afgemaakt. Dus dat is ook lekker simpel voor de titel. Ja, en dan weten we precies waar we volgende keer verder moeten. Met Genesis 15, hè? Ja. Heel simpel. Super tof. Nou, willen jullie nog iets ter afscheid zeggen? Tschüss. Oh, ik heb al genoeg gezegd. Laat Michael maar lekker gaan praten. Nee, ik heb ook genoeg verteld. Oké. Nou, dan is iedereen zijn ei kwijt. Ik vond het heel interessant. En ik hartelijk bedankt voor Perry. En de Jörg voor zijn tijd. En ook voor die luisteraars die nu misschien een beetje andere verstand hebben van de Bijbel. En ja, dat vond ik heel, heel bijzonder, deze uitzending. Ja. Ik ook. Mm-hmm. Mannen, hartstikke bedankt. En over 2 weken pakken we hem op bij hoofdstuk 15, vers 1. En dan maken we er weer wat moois van. Tot de volgende keer, jullie allemaal. Ja, die staat er.